We beginnen met de most techie hack. En daarover gaan we praten met ons eerste jurylid. Hij is de Chief Technology Officer van Cubi. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Michiel Fokke. Zo, Michiel. Nou, welkom, welkom, welkom. Dank je. Chief Technology Officer bij Cubi. Je bent ook nog fysicus geweest, daar ook nog in gepromoveerd. Dus je bent goed in abstracte dingen, maar eigenlijk vrij snel ging je in die IT in. Heel veel IT-functies gehad, heel veel vanuit innovatie, techniek, management. Je hebt je sporen wel verdiend. Ja, en dan kom je ineens in Worm met 40 mensen die van alles gaan doen met jouw kindje, jouw toon. Dus ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe was je dag? Ja, spannend en exciting. Ja. Kun je er iets meer over zeggen? Ja, allereerst, het is niet de eerste keer dat we de toon op de pijnbank leggen. We doen het regelmatig, maar dan vanuit een meer traditionele setting. Dan vragen we een securitybedrijf om gewoon met het sturen van een rekening een bepaalde test uit te voeren. Een pentest doen we dat. Dus dat doen we echt zo'n 2, 3, 4 keer per jaar. Dus ik had al zoiets van, nou, als we nu iets echt heftigs vinden, dan hebben we nog een keer een goed woordje te spreken met onze vaste security leverancier. Ja, dat maar, kan je het ook zien, ja. Aan de andere kant, 40 knappe koppen, die kunnen echt meer dan die 2 consultants die je voor een pentest over de vloer hebt. En ik was dus heel benieuwd naar ook wat de meer creatieve oplossingen waren. Ja, want je hebt ze gezien, hè? Mijn doel was om een heel divers gezelschap te vinden die juist dat bedenken wat anderen niet bedenken. Is dat een beetje gelukt? Ik denk het wel. Ja? Ja, en ik vind het met name leuk dat er ook veel universiteiten, hogescholen, dus echt uit de onderwijshoek, die kijken toch met een andere blik naar... Vers. Precies. Oké, okay, ik had eigenlijk verwacht dat juist bedrijven die dat heel vaak doen, meteen weten wat ze moeten doen. Maar die diversiteit heeft dus goed gewerkt in ja, die zin. Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. Kun je iets zeggen over de hele dag? Hoeveel meldingen heb je bijvoorbeeld gehad? Een melding is dus, ik heb dit en dat gevonden. Daar kwamen ze dus binnen met een proof of concept. En vervolgens moesten ze gaan bedenken, wat kun je daar dan mee? Kun je iets over zeggen? Ja, we hebben met name ook gekeken naar teams die daadwerkelijk gewoon hard bewijs hadden. Dus alleen een verhaal over van dit zou je kunnen doen, was niet genoeg. We wilden gewoon echte actie zien. En er zijn toch 17 meldingen binnengekomen. 17 meldingen? Van 7 teams. En dan, dus 3 teams hadden niks. Ja, dat blijkt. Oh, die zijn er waarschijnlijk naar huis. Nog niet gelukt. Oké, maar de 7 teams wel. De leukste teams overigens, hè? Ja, dat zijn mijn favoriete teams. Dat zijn de teams waar je wat aan hebt. Ja, daar ben ik heel blij van. Maar jij niet. Jij wil vooral die 7 teams, want dan kun je het verbeteren. Absoluut. Oké, en die konden dan naar jullie toe komen lopen. En die komen dan met een verhaal of met schema's of met uitleg. Hoe ging dat? Ja, heel verschillend. Sommigen die hadden foto's van screenshots van dingen op toon. En er was één team en die had van tevoren al iets voorbereid, netjes in 4 A4'tjes helemaal. Oké, die kwamen meteen al aan. Ja, absoluut. Dat was me net opgevallen. Om 12 uur gaf ik het startsein, zoals je zag op het filmpje. En dan gingen daar meteen mensen natuurlijk. Maar die hadden dus meteen al iets. Ja, er zijn volgens mij ook 2 teams die hebben van tevoren een toon gekocht om hem open te kunnen maken. En dat jij anything goes. Anything goes, ja. Nee, want we hadden een beetje zo gescoopt van, richt je op wat je erin kan stoppen of kan afvangen. Hè, want openschroeven, dat is wel eens eerder gebeurd, dat iemand pennetjes verwisselt en zo. Je moet het een beetje scopen, dat je niet te veel groene grijs krijgt. Dat kunnen ze nu ook overigens achteraf doen. Hè, want alle 40 deelnemers krijgen straks daar ook een eigen toon mee naar huis om open te breken en leuke dingen te als doen. Als die open is geweest, is de garantie wel verlopen. Oh, oké. Ook op de veiligheid? Ja, absoluut. Juist op de veiligheid. Okay. Ja, en ik vind dat echt heel belangrijk. Dus iedereen krijgt ook een tegoedbon voor een monteur erbij. Dus terwijl ik zeg van het zijn hackers, die weten wat ze doen. Maar ja. Nee. Arme monteur. Ik probeer me voor te stellen hoe zo iemand dat ervaart als die in zo'n hackershol komt en dan. Goed. Wat we natuurlijk willen weten,
de most techie hack. Ja, omdat jij de CTO bent, dacht ik van nou, dat is wel leuk om jou dat bekend te laten maken. Dus laten we jullie niet langer in spanning wachten. Ja, laten we nog wel iets langer in spanning. Ja, er zijn ook nog een paar dingen die gevonden zijn die niet als most techie hack zijn aan te merken, maar die toch zeg maar een eervolle vermelding wil geven. En dan kunnen we langzaam de spanning ook een beetje opbouwen. Dat is wel eerste eervolle vermelding. Is nog zonder tromroffel, maar gewoon even, nou, dankjewel. Precies. Een van de teams die heeft uitgevonden dat wij op ons device IPv6 V6 hebben aanstaan. Yeah. En op zich luistert er verder niks naar, behalve het stukje software dat de tijd bijhoudt. En dan kun je dan de tijd aanvragen. En er zou theoretisch, maar dat hebben ze dus niet aangetoond, vandaar de eervolle vermelding, zou daar een zwakheid in dat tijdsprogrammaatje kunnen zitten, wat je dan zou kunnen misbruiken. Okay. Dus dat is één ding. En we hebben nog binnen Toon zitten verschillende onderdelen die met elkaar praten. En dat doen ze via een soort postkantoor. Een message broker heet dat in TechSpeak. En die wil je eigenlijk alleen intern beschikbaar hebben. En die draait ook op de wifi interface en op de ethernetpoort. Er zit wel een firewall voor, maar als er ooit een keer iets met die firewall gebeurt, dan heb je dat toch dat je denkt van wow. Okay. Dus dat is iets dat gaan we wel even fixen. Wordt gefixt. Daar doen we het om, hè? Ja, en dat is om de spanning een beetje op te bouwen. Zometeen de most techie hack, daar moet je wat dingen voor doen. En als je dat gedaan hebt, dan kun je ook op bepaalde plekken kun je wat logfiles kun je downloaden. En dat geeft je wat extra technische informatie wat je zou kunnen gebruiken om een andere hack te faciliteren. En ik denk dat we die logfiles moeten ook even parkeren. Zodat je want we hebben ze ook gevraagd van techniek leuk, maar maak een aanvalsscenario. En dit is dus het aanvalsscenario. We gaan er eerst in en dan hebben we de vrijheid om eigenlijk alles te doen. Ja. Oké. Okay. Door het keukenraampje binnen en dan kijken of je de voordeur open kunt krijgen. Dat is een beetje het idee. Oké, dat is simpel uitgelegd. Zullen we ze bekendmaken? Ja? Ja? Oké, dames en heren, de winnaar van de most techie is Ramsey Bolton. Ramsey Bolton! Yeah! Eerst de bekers natuurlijk, kijk eens aan. Ja, dit zijn dus. Mogen wij vertellen wie jullie zijn? Oh, kijk eens, dat is hartstikke mooi. Ja, vertel het zelf maar even. Wie zijn jullie? Wij zijn studenten van de Hogeschool Leiden. Studenten van de Hogeschool Leiden, kijk eens aan. En je bent een wat oudere student, of ben je een van de docenten? Ik ben een van de docenten, inderdaad. Je was ook een soort teamcaptain, hè? Want ik zag dat zij waren aan de slag en jij was meer support. Meewerkend voorman. Op een gegeven moment, toen het echt nodig was, heb ik wel even meegeholpen. Maar uiteindelijk hebben zij het gedaan. En een van onze teamleden die helaas wegens ziekte eerder naar huis toe moest. Dus deze is voor haar. Deze is voor haar. Kijk eens aan. Ja, haar. U hoort het goed. Ook is een vrouwelijke hacker. Nou, dat mag ook wel een applaus. Goed man, goed man. Nog even korte reactie. Hoe vond je het om het te doen? Ja, erg leuk om te doen. Vooral heel leerzaam voor ons. Dat is het eigenlijk, ja. Hacker ben je al? Hoe ziet je toekomst eruit? Black hat, white hat? Nou, vooral... ja, dat hou ik voor mezelf. Dat is, Hij is te huur. Hoe vond je? Ja, dat was leuk. Leerzaam inderdaad. En op naar het volgende. Van welke opleiding zijn jullie? Dus misschien wel even goed om te weten. Forensische informatica. Forensische informatica, dames en heren. Dat is dus de mensen die komen kijken op een soort digitaal plaatsdelict en dan naar sporen zoeken, zoiets? Dat klopt. Dat is dus ook reactief van aard. Daarom ben ik ook echt ontzettend trots op deze groep. Dat ze dus nu iets proactiefs gedaan hebben, echt aangevallen. Dat hoort eigenlijk niet bij waar ze voor worden opgeleid. En ze hebben het toch maar even gedaan. En gelijk de meest techie hack. Nou, respect, respect. Dames en heren, hartelijk applaus voor Ramsey Bolton. Ja. Goed, nou, straks na afloop, loop even naar die tafel daar. Dan krijgen jullie nog een mooi dingetje om de beker in mee te nemen. Jullie krijgen een toon, jullie krijgen diverse hardware, smartplugs en dat soort dingen. Jullie krijgen het boek Helpende Hackers. En een zwarte tas om het allemaal in te doen. En, most of all, een t-shirt. Jazeker!
Goed, hartelijk dank ook. Michiel Fokke. Dank je.